Nederland is nog niet af. Er ligt voor de bouw- en infrasector heel veel werk te wachten. Er is behoefte aan zo'n 75.000 woningen per jaar. We willen met z'n allen rijden over goede, doorgaande wegen. En ook ons spoor en onze riolering, die hebben onderhoud en uitbreiding nodig. Er is behoefte aan zorginstellingen waar oudere mensen gelukkig kunnen zijn. En we willen ook dat onze kinderen naar prettige en veilige scholen gaan. Onze leden bouwen dus niet voor de lol. Onze leden bouwen omdat er vraag is naar onze producten. Samen werken we aan een Nederland waar het voor iedereen prettig wonen, werken, reizen en recreëren is. Ik zie het als mijn taak de kloof tussen ondernemers en de politiek te dichten. Bouwen Nederland is een dynamische club die gevraagd, maar ook ongevraagd oplossingen aandraagt en op vele borden tegelijkertijd schaakt. We moeten zichtbaar maken wat we doen voor al onze leden. In mijn eerste weken heb ik heel veel leden gesproken. Die ontmoetingen met bouw- en infrabedrijven die waren heel plezierig. Vaak heel open en openhartig. Ik heb soms ook pittige gesprekken gehad. Ik heb van die leden veel informatie gekregen over de bouwsector, maar ook over onze vereniging. En in die gesprekken met de ondernemers bleek me eens te meer hoeveel zakelijk, maar ook persoonlijk leed er schuil gaat achter die statistieken en nieuwsberichten van de crisis. Het sterkt mij in mijn gedachten om me stevig in te zetten voor de bouw- en infrasector. En daarmee voor ons land. Mijn naam is Maxime Verhagen. Ik ben voorzitter van Bouwend Nederland.